FD Media, goed met Bas. Ja, goeiedag. Ik spreek met Micha Kat van Klokkenluider Online. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ik schrijf al. Ik doe onderzoek naar het FD en naar jullie journalistieke en commerciële praktijken. En dan vraag ik me af, als ik de krant vandaag dus bekijk, staan er eigenlijk alleen maar twee hele kleine advertenties in de krant. Eentje, een heel klein hoekje, pagina 8, echt een minuscuul advertentie van ABN AMRO. Ja. En op pagina 21 staat het een hoek van BlackRock, maar dat is alles, voor de rest alleen maar eigen advertenties. En allemaal advertenties van aan het FD en BNR gerelateerde activiteiten. Ja. Ik vraag me af, wat is nou, hoeveel halen jullie nou binnen op zo'n krant met alleen maar twee kleine advertenties? Dat weet ik wel, maar ik weet niet of ik dat zo door mag geven. Ja, kijk, dat mag altijd wel, want het zijn natuurlijk allemaal mediaorganisaties die allemaal leven bij openheid en informatie. Dus als een andere journalist belt, dan lijkt me wel logisch dat je dat dan gewoon geeft, dat soort informatie. Ja, klopt, nee, snap ik, maar toch doe ik dat niet. Oké, kan je dan misschien iets zeggen over de tarieven in algemene zin, dus niet gerelateerd aan één bepaalde krant? Ja, maar zeker. Ik kan even doorverwijzen naar de tariefkaart van ons. Staat die op internet of niet? Ja, zeker. Die vindt je via fdmg.nl. Wacht even hoor, ga ik even kijken. Dus dat staat voor fdmg.nl. M of N? M. Van Maria. Van Mediagroep. fdmg. Oh ja, .nl. Okay. Ja. En dan in de middelste kolom adverteren. Even kijken. Oh ja, ik zie het. Ja, adverteren. Ah, oké. En dan staan hier gewoon bij het Financieel Dagblad staat de tariefkaart. Even kijken, Financiële Dagblad print. Oh, dan moet je gewoon op Financiële Dagblad drukken. Ja, klopt. Ja. En dan staat er in de rechter kolom dan weer onder het YouTube filmpje het Financieel Dagblad tariefkaart 2013. Wacht even, ik zie nu alleen maar het Financiële Dagblad, de oorsprong van de voorsprong. Redactioneel adverteren. Oké. Maar goed. Klik de middelste kolom, adverteren en dan print het Financieel Dagblad. Adverteren, print, Financieel Dagblad. Adverteren, ja, maar dan zie ik geen tariefkaart. Het is altijd. Dan inderdaad de oorsprong van de voorsprong, maar dan in de rechter kolom, het zijn drie kolommen, de eerste. Oh ja, adverteren en tarieven. Oh ja, precies daar, adverteren en tarieven. Het Financiële Dagblad merkbrochure. Moet ik daar nog drukken? Oké, ja, dat komt er een PDF. En daar staan de tarieven in. Oké, maar goed, maar dat betekent dus eigenlijk, als je zo'n krant leest, en ik volg het aan de andere kant ook, maar dat jullie gewoon nauwelijks advertenties eigenlijk verkopen. Het is meestal 90% is gewoon eigen bladvulling van eigen. Ja, nou ja, dat verschilt per dag. De ene dag staan er wat meer in, de andere dag wat minder. Dat klopt. Want ik begrijp ook dat jullie eigenlijk vooral worden gefinancierd door allerlei deals die jullie sluiten met Egon en zo. Allemaal schimmige deals. En dat jullie ook laten betalen gewoon voor redactionele inhoud. Dat gewoon allemaal deals worden gesloten met partijen. Nou, dat is niet mijn mening. Maar goed, dat. Kijk, ik zie bijvoorbeeld, in de krant zie ik heel vaak grote artikelen staan. Vandaag weer een interview met Houten Buruma. Gisteren stond er een groot, heel raar artikel in over Linklaters. Een advocatenkantoor, heel groot. Daar had niemand ooit nog van gehoord. En dan staat er alleen maar in, we zijn zo fantastisch en dit en dat. Oké, want en zo. Welke pagina is dat? Nou, gisteren weet ik niet, de krant van gisteren. Maar vandaag bijvoorbeeld staat op de voorpagina, staat gewoon een stuk faillissement Lehman. Ja, klopt. En dan pagina 13 interview. Kijk, en dan denk ik van, ja, dit is gewoon echt een verhaal met een foto. En dat is echt, daar. Als ik dat zie, dan denk ik, daar heeft Houten Buruma heeft daarvoor betaald. Want ja, nee, dat lijkt misschien zo, maar ik verzeker u dat dat niet het geval is. Maar anders kom je nog nooit op zo'n verhaal. Want wie is nou geïnteresseerd in het Lehman? En dat was laatst ook, het is zo vaak zo. Maar jullie zijn wel een keer, het is wel aangetoond dat jullie met Egon. Dat weet je daar iets van? Daar weet ik wel iets van. Daar heeft ook nog een keer een heel stukje gestaan, geloof ik, op Follow the Money. Ja, klopt, ja. Maar dat werd wel een beetje anders
neergezet dan dat het in werkelijkheid zo gegaan is. Kijk, bijlage wordt gesponsord door Aegon, maar dat wil niet zeggen dat Aegon de inhoud daarvan bepaalt. Nee, maar goed gesponsord. Kijk, je kent de uitdrukking wie betaalt bepaalt. Dat is even de oudste Nederlandse. Ja, maar dat klopt. Dat is natuurlijk een gezegde, maar dat slaat niet op de inhoud van die ene bijlage. Oké. Okay. Nee, maar goed. Maar... Het was ook een beetje ongelukkig. Ik geloof dat die Aegon blauw was. Maar dat staat wel echt los van elkaar. Dus de commercie, dus waar ik zit. Dat staat los van de redactionele inhoud, zeg maar. Ik kan niet nu een bedrijf aandragen bij de redactie en dat zij daar dan naartoe gaan en dat zij een verhaal opmaken. Zo werkt dat niet. Dus als jij nog gebeld wordt door bijvoorbeeld Deutsche Bank of door de Brouw Blackstone Westbroek en die zeggen van wij bieden 30.000 voor een leuk interview, dan... Ja. Dan wordt dat gewoon, dan ga je dat ook wel op in. Want jullie zijn natuurlijk. Nee, echt niet. Nee, dat is de redactionele onafhankelijkheid waar we met z'n allen die we met z'n allen eigenlijk goed bewaken. Dus nee, dat is niet het geval dat we zeker niet. Maar jullie verdienen volgens mij vooral geld, maar erg interessant, want jullie organiseren heel veel events. Die worden dus gesponsord door commerciële partijen. Hè? Bijna iedereen. Ja. Of het nou gaat om PricewaterhouseCoopers of De Brouw of Deutsche Bank. Ja. KPMG, you name it, weet je wel. Overal zit jullie bij. En dan staat er op de radio hoor je FD is de partner is Insinga de Beaufort. Ja, klopt. Ik vraag me af, wat betalen die dan bijvoorbeeld daarvoor? Zo'n Insinga de Beaufort. Ja, daar doe ik ook geen uitspraak over, maar een x aantal euro's. Maar ligt dat dan dicht nog meer in de sfeer van 100.000 euro, zo'n beetje, schat ik in. Nee, ik doe daar geen uitspraak over. Oké, maar goed, het is natuurlijk wel zo, en dat is natuurlijk heel eng, dat zo'n bedrijf als Insinga de Beaufort, maar ook al die andere bedrijven, dat die natuurlijk door dit soort constructies eigenlijk toch een beetje zich verzekeren van positieve coverage in het FD, althans in ieder geval van... Waar zij zich van verzekeren is dat zij zoveel keer genoemd worden... op de radio en dat zij er zeker van zijn dat bij elke uiting die het FD plaatst in andere media of op billboards, et cetera, dat hun logo daar rechts links bovenin staat. Dat is eigenlijk het enige waar zij van verzekerd zijn. Nee, maar dat ook... ook voor al die debatten. Dat wordt zeg maar alleen de naam van de sponsor vermeld, maar die sponsor heeft geen invloed op de inhoud van het debat. Nee, dat is dan jouw mening, maar in principe is het zo, mijn indruk is dat de enige reden waarom het FD al die dingen organiseert, want het zijn zoveel events, is gewoon niet meer bij te houden, debatten, events, dat het de enige reden daarvoor is om de cashflow op gang te houden die je normaal gesproken zou hebben vanuit advertenties, met andere woorden. Niemand wil adverteren in het FD, dus wat doet het FD dan? Dan gaan ze maar allemaal events organiseren met sponsors om nog inkomsten te kunnen genereren. Ja, of zie je dat anders? Dat is op zich een goede analyse, ja. Maar precies, en wat je dus ook krijgt is natuurlijk dat allerlei redacteuren van de krant, die komen op die events natuurlijk in contact met mensen van die sponsors. En er ontstaan allerlei contacten en continue beïnvloeding. En misschien zelfs wel relaties tussen mannen en vrouwen. Dat heb je altijd, weet je wel. Ja. Dus daarmee zie je gewoon dat op zijn kant op hem toch helemaal afglijden naar een soort propaganda-medium. Dat gaat vanzelf. En dat is ook dus helemaal niet zo. Ja, nee, dat is echt niet het geval. Althans, dat ben ik niet van mening. En dat mag uw mening zijn, maar... Zo gaat dat niet. Dat is misschien wel een logische gedachte, maar nee. Als er redacteuren zijn die relaties aanknopen met sponsoren, moeten ze dat dan melden bij het FD of kunnen ze dat gewoon geheim houden? Ja goed, dat is iets wat op de redactie bepaald wordt en grens is er gewoon nog. Ik heb geen idee hoe dat loopt daar. Ik kan alleen spreken over de salesafdeling waar ik zelf werk. Ja.
En ja, ik heb geen idee hoe ze dat op de redactie doen. Dan zou je contact moeten zoeken met een redacteur of een journalist daar. Ja, nou, ik zie wat heel duidelijk, want ik schrijf veel over accountants en zo. En dan zie je gewoon, het FD werkt veel samen met KPMG. En dan zie je gewoon dat er een enorme boete krijgt, weet je wel, van het AFM. En dan staat het echt op pagina 17, aan de zijkant van de krant, staat dan een berichtje. Vandaag, AFM beboet KPMG voor gebrekkig beleid. Terwijl dat gewoon, natuurlijk normaal gesproken, vet op de voorpagina zou staan. Als FD geen commerciële relatie met KPMG zou onthouden. Dat is natuurlijk mega nieuws. Dus de hoogste boete, dat staat er in de krant, de hoogste boete die ooit is opgelegd aan een krantenorganisatie. Nou, als je ziet hoeveel FD over accountants schrijft, en als je ziet dat jullie hoofdredacteur Jan Bonje nota bene bij FD on Tour, dat hij dus langsgaat bij PricewaterhouseCoopers om daar dus uitgebreid de krant te bespreken, dan zou je verwachten, als jullie accountants zo belangrijk vinden, dat jullie de hoogste boete ooit uitgedeeld voor KPMG op de voorpagina zetten. Maar nee, het is niet zo, dat komt pagina 17 aan de zijkant van de krant. Ik denk dat ja. Dat bericht nee, dat zie ik ook. En dat kan toch niet anders dan dat het verklaard wordt vanuit jullie commerciële banden met KPMG? Nou, nee. Ik denk eerder dat het de selectie geweest is van de redactie zelf die dag. En niet dat terug te voeren is op eventuele banden tussen KPMG en het FD. Nee, goed. Ik snap dat jij geen journalistieke afwegingen vanuit jouw functie kan en wil en moet. Nee, ja, ik weet niet, maar ik kijk nu naar de voorpagina en daar staat NS riskeert verlies snelle spoor. Ik denk dat zij dat wat nieuwswaardiger vinden. Ja, nou goed, kijk, dat is natuurlijk op zich niet zo, want dat staat in alle andere kranten ook al, weet je wel. Kijk, ja. Nou goed, laat mij dan zeggen, puur als journalistieke afweging had dat bericht van KPMG, had vet op de voorpagina moeten staan, maar goed, daar kan je het ook altijd over van mening. Ja, maar misschien komt dat morgen en werken ze het eerst meer uit. Ja, ik zou zeggen, wacht het af. Nee, dat kan altijd. Ja, dat kan altijd. Ja. Nee, en mag ik even vragen, wat is nou concreet jouw job binnen die afdeling? Waar ben jij nou day in, day out mee bezig? Waarom wil je dat weten? Nou, dat vind ik gewoon interessant. Okay. Ik heb nu een leuk gesprek met jou, dus dan wil ik jou een beetje kunnen plaatsen. Ja, ik zit op de sales support afdeling. Dus ik assisteer de account managers in hun sales. Dat wil zeggen, wat doe je dan concreet voor dingen? Ja, je kunt denken aan administratief werk gewoon. Alleen dan wat meer commercieel administratief. Blijft voor mij toch een beetje vaag, maar goed, ik zal het okay. niet verder doorvragen. Maar hoeveel mensen zitten op die afdeling sales bij jullie? Waarom wil je dat weten eigenlijk? Ja, kijk, ik ben journalist, dus dan ga je niet bij elke vraag weten. Dat snap ik, ik eigenlijk niet zo heel veel, ik weet niet wat je er allemaal mee gaat doen en Nou, maar goed, ik vraag toch niet van hoeveel heb je op je bankrekening staan of wat is de pincode. Dus dit is dat vraag wil ik ook niet eens weten. Dit zijn gewoon normale vragen over een bedrijf. Ja, onze afdeling telt denk ik een mannetje of, kijk even om me heen, 15, 12, zoiets. Oké, en werken jullie ook voor BNR of alleen voor FD? Nee, dat is gecombineerd. Dus de FDMG waar ik je net naar door verwees, dat is zeg maar de groep en daaronder valt het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ja, nee, exactly. En nogal wat meerdere bedrijven, maar ja, dat heb ik ook wel voor die twee werk ik. Oké. Hoe lang werk je er al? Ik zit hier 3 jaar, zoiets. Oh, dat is best wel lang al, dus dan ken je de meeste mensen wel. Jawel. Van het bedrijf. Oké. En heb je het naar je zin? Ja, zeker. Absoluut. Ik heb het naar mijn zin. Nee, oké. nou dan is het interview hiermee wat mij betreft beëindigd. En ik dank je heel hartelijk voor de informatie. Ja, en wat ga je daar allemaal mee doen? Mag ik dat ook nog weten? Of? Wat ik altijd doe is, je kan op mijn website mee ook kijken. Meestal maak ik hier YouTube filmpjes van. Oké. En die plaats ik dan op mijn website. Ik heb al heel veel over het FD filmpjes gemaakt.
Mijn Want website. ik in Google jullie nu even, maar. Ja, klokkenluideronline.is. Klokkenluideronline.is. En ik ben nu, ah, ja. Ik heb nu dus een stuk accountantsmafia en FD on the loose, heb ik nu net geschreven. En ja, het is heel kritisch dus, maar omdat ik gewoon vind dat, dat het FD gewoon ja, helemaal in de klauwen is van met name dus de banken en de zakendienstverlening. Oké, ja. Maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk informatie te verzamelen en die gewoon te publiceren. Dat is mijn werk. En ik heb dus ook, ja, mijn site wordt ook gesponsord door allerlei mensen die dat belangrijk vinden, dat er gewoon een onafhankelijke media nog in Nederland bestaat. Oké. Okay, ook gewoon de media dat controleren, zou ik maar zeggen. Wie controleert de controleurs? Dat ken je toch wel, dat gezegde? Ja, die ken ik wel. Ja, ja, nou, dat ben ik dus. Jullie zijn dan zogenaamd de controleurs en ik controleer dan weer de controleurs. Zo weet ik. Ja, ja. En daarom, ja. Daarom bel ik jou dus. Maar, ja, nee, dat snap ik. Maar want ja, ik zie ook al Wikipedia allemaal jouw naam voorbij komen. Ja, ik ben eigenlijk wel een van de bekendste klokkenluiders van Nederland. Maar ik heb dus, anders dan veel andere klokkenluiders ben ik heel erg gericht op de media. Ja. Ook bij de media gewerkt heb, bij NRC en andere kranten. Okay. Dus ik ben gewoon, ik heb ook, ja. Dus ik volg gewoon heel kritische media en that's my job. Ja. Ja, nou goed, ik zie inderdaad ook dat verhaal, maar ik kan nu over het inhoudelijke helemaal niet zo vertellen. Ik verwijs gewoon door naar de redactie. Ik zou hen vragen hoe dat zit in plaats van. Nou ja, de redactie, dat heb ik begrepen, die hebben een spreekverbod opgelegd gekregen van de hoofdredacteur. Dat die moet ogenblikkelijk de horen op de haak gooien als ik bel. Ja, ik begrijp het ook niet. Die zijn blijkbaar ergens heel erg bang voor. Maar dat vind ik juist het leuke. Daarom denk ik van, ik praat gewoon met mensen van de sales. Want die zijn over het algemeen, die zijn veel minder bang. Dat zijn gewoon salesmensen. Dus die vertellen gewoon veel eerlijker van over de sales. Dus ja. Dat is ook gewoon logisch. Ja, dus daar ben ik blij om dat jij gewoon eerlijk vertelt. Dus, maar goed. Dus ik weet niet wat ik specifiek met dit gesprek ga doen, maar ik hou het in de gaten. Ja, nee, hartstikke leuk. Hartstikke goed. Is goed. Hey, jongen. Succes. Ja, tot later. Bedankt. Hoi.